Ah, that's really Ukrainian. Do I have some object to kill? Het zijn enige mensen. Goede dansers, erg goede dansers, erg klassiek getraind. De cultuur leeft hier gewoon echt veel meer dan in Nederland. Dus dat wil zeggen dat er in de tijd die voor Aida staat, we feitelijk twee opera's moeten maken. I know, Yuri, it's very difficult. De eerste zorg is dat het geen theater is, dat het een concertzaal is. We have to be very careful not to start to fight. We hebben een zangeres die moet gaan lopen. He said in an interview that theater for him is a new big family. Hoe we het in elkaar moeten zetten is mijn godsfucking raadsel. You really have to sing it in yourself instead of 5000 people. Yes? To each other. Dat hele idee van die decorstukken, dat gaat niet lukken. Hoe moet ik kwaliteit maken? Dus ik ben wanhopig daarover. I stop speaking with you. Ik heb er toch vertrouwen in. Het is heel Oekraïens. Don't worry, it will be okay. Ohne nerven. En toen dacht ik, ik ben echt net gek. Waarom wil ik dit? I hope that you will have lots of fun. Yes, you will see today things like this. I have never seen rehearsal like this. Он никогда не видел подобных событий. Go home! Yes!